Een pastoor van de Martinusparochie in Giesbeek heeft zich volgens de stichting Klok in de 70e jaren mogelijk aan seksueel misbruik schuldig gemaakt. Klok is een organisatie die landelijk slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk bijstaat. Ze spreekt op haar website dit vermoeden uit en vraagt slachtoffers zich te melden. De oproep komt voort na een klacht bij meldpunt Seksueel Misbruik RKK. De in de klacht genoemde pastoor heeft tot 1980 in Giesbeek gewerkt. Een afvaardiging van bestuurders, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties uit de Achterhoek was woensdagavond in Den Haag te gast voor het jaarlijks lentediner. De reis naar Den Haag ging per bus. Het is een geweldig idee. Het is geweldig dat we hier met z'n allen nu in de bus zitten op weg naar Den Haag om de kracht van de Achterhoek te laten zien. En ik ben ook wel een beetje trots omdat het idee ook bij mij onder andere is ontstaan. Daar kregen ze veel complimenten, onder andere van minister Lisbeth Spies. Wat je in de Achterhoek ziet is dat men niet à la de struisvogels wel eens doen hun kop in het zand steekt. Maar onder ogen ziet dat de bevolking in de Achterhoek kleiner wordt. En daar nu rekening mee houdt en daar nu plannen voor maakt. Door niet alleen vanuit de overheid dingen te bedenken, maar daar ondernemers bij te betrekken, scholen bij te betrekken, instellingen bij te betrekken. En nu al rekening te houden met die agenda voor 2020. Regeren is vooruitzien. De deelnemer aan het Achterhoeks lentediner had als doel om de landelijke politici op de problemen te wijzen op het gebied van vergrijzing en bevolkingskrimp. Ja, ik denk dat het een groot compliment is dat jullie met deze agenda Achterhoek 2020 heel duidelijk hebben gemaakt wat jullie willen. En daardoor is het ook makkelijk onze deelname in zo'n project als Groen Gas op andere fronten. Voor ons, voor de provincie, voor Europa, voor de partners over de grens, om met jullie samen te werken. Spies stelde de Achterhoek als voorbeeld voor veel andere regio's. Het is natuurlijk heel mooi dat je als overheid en ondernemers en scholen en instellingen allemaal mooie plannen maakt. Maar uiteindelijk gaat het erom dat die Achterhoekers met heel veel plezier kunnen blijven wonen, werken en leven. En die mensen hebben vaak zelf ook hele goede ideeën. En ik denk dat met alle goede bedoelingen van dien de mensen, de inwoners in de Achterhoek niet vergeten mogen worden. En dat die juist ook uitgenodigd moeten worden en gestimuleerd moeten worden om met hun eigen ideeën te komen. Want dan komt er soms nog iets beters tot stand dan wanneer de overheid het achter het bureau heeft bedacht. Draag het uit. Ik noem het voorbeeld van de bedrijven in Ulft. Brima en Henkon. Dat zijn echt parels. Dat zijn wereldspelers. Die gaan vanuit Ulft de wereld over en komen er telkens weer terug. En vertrekken er weer, bedenken nieuwe producten. Nou, dat jullie nu naar Den Haag komen en door het land gaan. Daarbij moet je dus voortdurend die bedrijven en die lekkere wijn uitdragen. Spread the news. Achterhoek rocks. Een reportage van het lentediner in Den Haag is woensdag vanaf 7 uur te zien op Focus TV. In tegenstelling tot veel gemeenten in de Liemers zijn de Achterhoekse gemeenten wel vertegenwoordigd op jubileumcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op 5 en 6 juni in Den Haag. Eerder deze week gaven enkele gemeentebesturen aan het ongepast te vinden om in tijden van bezuiniging €745 per persoon uit te trekken voor het tweedaagse congres. De Liemerse gemeenten Montferland, Zevenaar en Rijnwaarden besloten niemand te sturen. Vanuit Oude IJsselstreek, Bronkhorst en Aalten gaat sowieso een afvaardiging naar Den Haag. Groenlower Martin van Rij is regerend Nederlands kampioen biljart artistiek. De biljarten blijven echter uit protest weg bij het nationaal kampioenschap dat vrijdag in Haarlo begint. Een noodkreet dus, uit liefde voor de sport. Kunststoot is een spectaculaire vorm van de biljartsport, waarin eigenlijk alle verschillende technieken die in de biljartsport kunnen voortkomen, die komen tot uiting in het biljartartistiek. Artistiek is de hogeschool van de biljartsport. Je kunt je titel gaan verdedigen, ga je niet doen? Nee, dat ga ik niet doen. Waarom? Nou, het is uit protest. In de krant stond dat ik het Nederlands kampioenschap boycott. Zou gaan boycotten. Nou, dat doe ik dus niet. Het is meer uit protest vanwege het huidige beleid wat gevoerd wordt. Er wordt al 2-3 jaar wordt er geroepen dat het biljartartistiek speerpunt gaat worden van alle karambolspelsoorten, van de biljartsport. Nou, daar is tot op heden is er nog niks mee gebeurd. Er kleven voor Van Rij nogal wat nadelen aan het missen van de nationale titelstrijd. Je bent nu Nederlands kampioen en over een week ben je het niet meer. Dan neemt iemand anders dat stokje over. Dan is het af. Het gaat niet om mij persoonlijk. Het gaat mij om het biljartartistiek zelf en ik zie het langzaam afglijden. En als het zo doorgaat, is mijn mening, dan bestaat het biljartartistiek over 5, 6, 7 jaar niet meer. Nog een keer de band.
Wie zal dat worden? Nou, weet je wat het is? De eerste naam die in me opkomt is toch wel Sander Jonen. Hij is de huidige wereldkampioen. Tweevoudig wereldkampioen zelf. Wordt hij het niet, dan wordt het Rob Scholtens. Of misschien Erik Vijverberg. Waar ik wel aan mee ga doen is de aankomende Europese Grand Prix. Die wordt verspeeld in Doetinchem. Dat is een Europese Grand Prix. Daar gaan ongeveer een kleine 40, 50 mannen meedoen. Dat wordt ook een groot evenement in Doetinchem op 4 grote tafels. En tijdens dat evenement kun je je plaatsen voor het Europees kampioenschap. En die wordt verspeeld in Berlijn. Hoewel de slag om Golle pas in oktober plaatsvindt, is er nu al commotie in Groenlo. Onderwerp van gesprek is het centrum van de stad. De organisatie van de Slag om Golle wil dit graag afsluiten, zodat het entree kan heffen voor het bijwonen van het spektakel, zoals hier te zien is tijdens een vorige editie. Enkele winkeliers zijn hier echter niet blij mee. Zij vrezen omzetverlies als gevolg van de afsluiting. Burgemeester Henk Heijman van de gemeente Oost-Gelre heeft aangeboden te bemiddelen. Wereldwaterdag werd donderdag in Ulft op een hele aparte manier gevierd. In het kader van de mondiale gevierde dag hielpen kinderen in de gemeente Oude IJsselstreek de Oude IJssel schoon te maken. Ook werd er een waterspeelplaats op het Dru Industriepark officieel in gebruik genomen. We zijn begonnen bij Engbergen. Daar hebben we excursies gedaan met de kinderen. Daarna zijn we naar Stuw geweest in Ulft. Daar is een vuilvang waar al het vuil van de Oude IJssel wordt verzameld. En dat hebben de kinderen gezien. Er is een maaiboot in het water geweest. En ze hebben ook zelf met schepnetten vuil uit het water gehaald. En ja, dat hoort natuurlijk bij deze dag. Bij Oude IJssel schoon. Dus dat hebben ze gedaan. Ze zijn met steps en huifkarren hier naartoe gekomen, naar de Dru. En daar hebben ze na een lunch, slow food, hebben ze zonneflessenboten gemaakt. Heel moeilijk woord. Van plastic flessen. En die gaan ze dadelijk te water laten tijdens de opening van de waterspeelplaats. De reacties waren positief. Eerst gingen we met de bus naar school, naar hierheen. Of ja, ergens anders. En dan gingen we allemaal dingen doen. Hoe je het water niet mocht vervuilen en zo. En hoe je het schoon kon houden. Wat is het water hier vies? Op sommige plaatsen wel. Ja, waarom kon je dat merken? Ze doen één keer per week met van die grijpers in het water. En dan komt er heel veel viezigheid uit. En het meeste komt uit Duitsland. Ook allemaal haarspray en zo. Nou, ze kunnen, zoals je ziet, ze kunnen hier op stenen heen en weer lopen. Nou ja, dan denk je van ja, is dat heel spannend? Het is spannend genoeg voor de kinderen, want hij is eigenlijk al ingewijd vanmiddag. Want ze vonden het zo leuk om daar te spelen met water. En verder zie je daar, ja, daar zie je nu eigenlijk niks, alleen stenen. Dat kan aangezet worden en dan komen allemaal fonteintjes omhoog. Nou ja, met dit weer is dat natuurlijk een succes.